Dit is de bloesem. En ik ga je wat laten zien, want de bloesem is nu eigenlijk een soort van vakantie. En hier is het zwembad. En daar zijn daar zijn dingetjes waar je in kan liggen. En hier staat een palmboom. En hier parasols met een bloem. En hier weer hangrekken. Maar we gaan wel, maar het is goed, dus in oktober weer. Heerlijk, dan is het nog prachtig weer. Nou, even kijken. Dus we zijn nu aan de Costa Brava. Hi, waar ben je geweest met vakantie? Pardon? Italië. En wat vond je het leukste in Italië? Het eten. Zeker. En wat vind je het lekkerste gerecht? Spaghetti. Heerlijk. De westkant van niet zozeer militaire. En waarom Frankrijk? Ja, dat trok me een beetje. Ja. Ja. Ronde gebouw met al die balkons en. Maar we hebben ook nog wat andere Spaanse invloeden. Cerveza is bier. Ja. Heer. En wat is nou typisch Spaans? En onze allergrootste kunstenaar van Spanje, Dalí. In dat museum. En in dat weer. En dat vond ik zo. Ja. Want als je begint, je ziet elke keer andere. Ja, mooi, hè? Anders gaat schilderen naar zijn gemoedsrust. Ja. Ik heb daar de wijnhoogste mee. Ja, ik wou zeggen, Felix van de Wijn natuurlijk. Van de Wijn, ja. Ja, ik heb in Bourgogne veel. Zandzee en strand. AWB. In Bourgogne ben je. En een fles wijn. Niet bij strand. Kunstenaar Dalí. Kijk, ik weet het zo niet allemaal over. Nee. Maar dat was je bij de wijnhoogste. Bij de auto helemaal. Ja, ze hebben de auto. Reden een dag naartoe. Morgens vroeg vertrekken. Thuis laat aankomen en dan luchtbed opblazen en een van de lege kamers. Je luchtbed neergooien en slapen. Mooi de zee. Ja, ik vind het ook heel mooi. Daar heb je Latina. Zie je nou, als je naar echt naar iets kijkt. Ja, Rivera del Rio. Ik heb misschien nog iets van wijn of een. En dat was een mozzarella. En daar heb ik dus een Latina, want ik had een Italiaanse liefie.
En hij heette Giorgio. En ik heb daar met Giorgio gewoond. En toen bleek hij een klootzak te zijn, dus heb ik het daartoe gemaakt. Toen was hij niet zo aardig en ben ik teruggekomen. En Italiaan. En hoe lang heb je daar gewoond? Ik heb daar 8 maanden gewoond. En het is de enige stad in Italië. Op een dag trok iedereen een zwarte overhemd aan. Ja. En gingen ze op straat demonstratie doen. Want het was de verjaardag van Mussolini. Ja. En dus hebben wij de verjaardag van Mussolini gevierd. Ik niet. Het was aardig, maar ja. Hij had de stad gebouwd, dus ze waren dankbaar, zelfs jaren later. Bizar, hè? Sì, naturalmente, parlo anche italiano. Maar om Italiaans te praten, un poco. Het enige wat je nodig hebt om Italiaans te praten, is je handen. Als je zo, buongiorno, hai comido, dove mangiare, che facciamo domani? Als zij je handen vastbinden, dan kun je geen Italiaans meer praten. Jongens zeggen het ook, hè? Ja, dat is het. Non mi piace. Nee, maar soms hoef je niks te zeggen, doe je alleen maar. Dat is Italië. Jij? Nou, vertel deze jongens wat hij daarvan ziet. Zee en stand en duinen. Oh, het is niet zo heel veel anders dan Italië en Spanje. Ga je lopen naar Vlieland, of niet? Ja. Vind je het spannend? Oh ja. En dat is een draaihoorn. Heb je daar wit bij? Maar ik denk dat hij bijvoorbeeld heel wit kan zwemmen. Of zwemt hij niet? Oh ja. Ja. Hij vaart al. Dit is niet helemaal goed. Met heel veel mensen erop. Wacht even. Hoe lang vaar je eigenlijk? Ja, dat is best wel lang. Ja, we gaan heen met de snelle boot. Oh ja. En dan ben je maar een half uurtje. Ja. Ja. Lukt volgens mij 2 uur. Dat is best wel lang. Ja. 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 Ah, ik kom jullie een paar dingen vragen over de vakantie. Maar ik wil eerst weten hoe jij heet. Elodie. En wie ben jij? Hino. Jongens, wat hebben jullie mooie namen. Ik wou iets over jullie vakanties weten. Je hebt nu vakantie, hè? Zit je al op school? Ja. Ja? En wat heb je nu gedaan tot nu toe in de vakantie van school? Ik ben naar het strand geweest. Ik heb met mijn vriendinnen gespeeld. Ik heb gelezen. Ik ben naar de speeltuin gegaan. Mijn nichtjes kwamen. Zo, je hebt een heel druk programma gehad. Wat vond je nou het allerleukste als je zou moeten kiezen? Ik ben ook nog met vriendinnen van mij. En daar zijn mijn ouders ook mee geweest naar een zwempark geweest. Nee, een park geweest waar je kan logeren. We hebben gelogeerd en toen hebben we eigenlijk daar gezwommen. En dat vond ik het allerleukste. La donna mobile. Qual più malvento muta d'accento e di pensiero. Ik ben zo ongelooflijk benieuwd wat jouw favoriete vakantieland is. Mijn favoriete vakantieland is Spanje eigenlijk. Ja, Spanje. Ja. Ja. En waarom is dat je favoriete vakantieland? Ik vind de mensen gemoedelijk. Ik vind ja, eerlijk. En het ondernemen, het ontdekken, het kijken van ja, toeristisch aardrak, wil ik niet zeggen, maar wel gewoon zo lekker binnen door de dorpjes zien en dan
heerlijke reflex. Tapas? Absoluut, ja. En als jullie dagjes uitgingen, welke buurt ging je dan naartoe? Waar heb je het gezien? Ja, dat gaat wel leuker. Geef niet. Aan de zee of in de bergen? Caduela. Daar zijn we het laatst geweest en dat vonden we ook fijn. En waarom? Echt ver weg, dagjes uit of op safari, weet je, dat soort dingen. Dat lukt allemaal niet meer zo erg. En Caduela is leuk, moeder, vader, kom mevrouw wat winkelen, mensen om je heen, altijd volop in beweging en dat vonden wij fijn. Ook omdat je dan het idee had van als er iets gebeurt, dan heb je toch altijd iemand om je heen. Dus. En op de boulevard was vast een barretje met kwantatest. Ah, fantastisch. Fantastisch. Ja hoor, dat is een hoofdprijs. Ja. Sebas, mag ik jou een paar vragen stellen over de vakantie? Ja. Dat heb je een mooie naam trouwens. Is een afkorting van Sebastiaan, denk ik. Nee, alleen Sebas? Ja. Dat is ook heel mooi hoor. Vertel mij eens, wat heb je allemaal gedaan in de vakantie? Ik heb heel veel dinabotten gevonden. Oh, dinabotten. En waar heb je die gevonden? Maarnse gat. Echt waar? Ja. In het Maarnse gat? Ja. En hoe ben je daar gekomen? Met de fiets. Met de fiets? In je eentje? Nee, met papa en mama. En het was uit het boshuisje. Uit het boshuisje? Ja. Oh, wat leuk. Was dat het allerleukste wat je gedaan hebt in de vakantie? Ja. Ja. En heb je nog meer plannen om dingen te gaan doen? Ja. Wat? Nog meer dingen. En wat doe je met die dinobotten? Ik heb daar een kistje voor en daar doe ik ze in. En kan je mij laten zien met je handjes hoe groot die botten zijn? Zo. Zo groot? Ja. En je hebt er een heleboel al? Ja. En je wil er nog steeds meer? Ja, en ik ga ook zoek naar een schedel van een T-Rex. Oh, wat goed. Maar misschien heb je dan aan dat ene kistje wel niet genoeg. Moet je nog een kistje? Ja. Hallo Zwier, mag ik je wat vragen? Ja, ja. Ik wil heel graag weten wat jouw favoriete vakantieland is. Favoriete vakantieland? Zo, jongens, kijk eens. Pizza, pizza. Dit is de Vega-pizza. Nou, geen nou, idee. Is Vega, dit is. Nou, Spanje. Kantabrisch gebergte. Net als Hans. Nou, ik weet niet wat Hans gezegd heeft. Hans heeft ook Spanje gezegd. Ja, maar welke kant van Spanje? Nou, dat ben ik een beetje vergeten. Nou, ik heb in het Cantabrisch gebergte heb ik dus totaal 2 jaar gezeten om te karteren. En, nou ja, dat is toch wel blijven hangen. Dus ik hou het bij het Cantabrisch gebergte. Kan je mij uitleggen wat karteren is, wat je daar deed? Nou, ik ben geoloog en ik heb daar gesteentes en dergelijke gedetermineerd en fossielen verzameld. En daar heb ik ook een proefschrift over gekregen. Dus, ja, die vind ik ook heel mooi. De meneer is dat nou, ook hartstikke mooi. Ja. Ja. Dat is ook weer wat geleerd. Dat is fijn. Ja. Ja. 17, 95. Ja.
Nou, en in die tijd zijn er heel veel schilderijen en schilderijen. Nou, en dan is er nog iemand, heel beroemd, van de Notre Dame. Weten jullie wie dat is? De klokkenluider. Oh, de klokkenluider. Ja, man, hey. Nou, en en wie werd daar door de paus een paar jaar later gekroond? Napoleon. Ja, Napoleon. Ja, klopt. Nou, en even kijken, de schrijver en dichter die de Notre Dame heel erg beroemd heeft gemaakt met een boek. En de klokkenluider van de Notre Dame. Weet jullie wie die schrijver is geweest? Victor Hugo. Victor Hugo. Oh, Victor Hugo, ja. Knap man. Ja. Ja, ja, dat is knap en je dat weet. Ja, ik had de combinatie niet. Van jaren, ze middags houden. Het stukje als siesta. Je kent er drie mogelijkheden. Siesta, dormir, bostezo. Ik ben er al mee bezig. Ik hoor hier siesta. Ja. De siesta in Spanje, klopt dat? Ja, dat Hans zegt ja. Te warm, hè, Felix? Goedemiddag, dames. Ik heb hier jullie al een poosje hier gezien. Je mag nog even je naam zeggen. Milo. Milo. Milou. Cheda. Cheda. Dag Cheda, dag Milo. Wat gezellig dat jullie hier zitten. Willen jullie iets over jullie vakantie vertellen? Ja. Milo. Pak hem maar. Ik
Drenthe geweest. Ja? En wat heb je daar gedaan? Je moet in de microfoon praten. Veel gespeeld. En met mijn neefjes gespeeld, want ze kwamen al de deur. En er was een trampel met een glijbaan en een kabelbaan. Oh, dat is een hoop. En hoeveel neefjes waren er? Twee. Twee neefjes. Dus zijn die groter of kleiner dan jou? Kleiner. Heel veel kleiner? Nou, de ene is wel heel veel kleiner en de andere niet zo veel. Maar het was wel gezellig om met ze te spelen. En Cheda, vertel jij eens iets over de vakantie. Ik was naar Slagharen geweest en ik ben met de honden geweest. En ik zou wat zeggen, nou, mijn moeder, die heeft een baby nog. Toen had ze een baby nog in de buik en nu heeft ze nog een in de buik. Oh, twee? Nee, ik en nog een. Die zit nog in de buik. Krijg een broertje of zusje. Je weet niet wat het wordt. Ik denk dat het een zusje wordt. Waarom denk je dat? Omdat daar kan je veel mee, maar ook met een broertje, want die kan je ook beschermen. En toen we bij Slagharen waren, gingen we zwemmen. En de honden mochten er ook zwemmen in het zwembad. En we gingen toen milkshake eten. Een milkshake hadden ze. Dat is lekker. En toen mochten we naar de McDonald's toe. En toen gingen we taart eten, omdat mama was zwanger en dat wist ze nog niet. Oh, het was een feestje. Ja. Ja, dat is leuk. Eigenlijk gingen we naar Slagharen en toen hadden we 6 hondjes mee. En toen waren we hier en toen wist ze nog niet dat ze zwanger was. En toen was ze zwanger. Oh, wacht even. Hoe komen jullie aan 6 hondjes? Mijn oma heeft er 3 en wij hebben er 3. En wat zijn het voor hondjes? Chihuahua's. Chihuahua's, van die kleintjes. Ja. Met grote oren? En het zijn geen chihuahua's, maar een beetje chihuahua's. Ze zijn niet zo groot, de oren, maar ze zijn een beetje zo klein. Oh. Lieve hondjes. Ze zijn wel lief en ze zijn oud, maar ze zijn niet groot. Ze zijn nog klein. Omdat ze kunnen niet zo groot groeien. Nou, dankjewel voor jullie vakantieverhalen. Dag! Als je niet zegt hoe je heet? Ik heet Jelle. Ik heet Nino. Ha Nino, dag Jelle. Ik ben Marianne. Ik wil jullie heel graag iets vragen over deze vakantie. Wat hebben jullie allemaal in deze vakantie gedaan? Wie wil beginnen? Jelle? Ja. Ik ben in 2 plekken in Frankrijk geweest. Wat was dat weer? Het waren allebei 2 campings. Ja. Echte camping. Ja, 2 campings. En we zijn ook nog in Frankrijk geweest. In Frankrijk, in Spanje. In Spanje. Ja, en daar... Wat heb je er gedaan? Elke dag gezwommen. Heb je ook nog vissen gevangen? Nee. Echt niet? Heb je wel vissen gezien? Oh ja. In de zee, ja, heb ik heel veel gesnorkeld. Ja, dat was duidelijk. En hoe groot was die? Ik heb er heel veel gezien. Ik heb 3 scholen gezien. Ja? In 1 stenen strand. En het waren allemaal zulke visjes. Ja. Zo, geweldig. Wil je nog meer vertellen? Nee, ik heb eigenlijk niks meer. Nou, dan ga ik nu naar Nino om te kijken wat die allemaal te vertellen heeft. Ik heb hetzelfde als Jelle de hele dag, elke dag gezongen. En mijn vader heeft een springkamer vermoord met de ruitenwissers. Wat heeft je vader? Een springkamer vermoord met de ruitenwissers. Oh, een springkamer vermoord. Want we waren in Frankrijk en we...
bij ons. Ja, in Alba. En ons huisje staat op een berg. En daar zijn heel veel springhanen. Hoeveel zwemdiploma's heb jij? A en B. En Jelle? A. Ga je B nog halen? Nee. Echt niet? Nee. Hij moet, hij moet 5 jaar op zwemmen. Nee, 3. Hij moet 3 jaar op zwemmen en zit om 1 diploma te halen. Oh ja? Na 2,5. Nou, geeft niks hoor. Als je maar kan zwemmen. Ja. En dat kan je. Ja. Dat is heel fijn. Ja. En hoe vind je het hier in de speeltuin? Leuk. Leuk? Wat is er? Om vooral de konijntjes te vinden. Oh ja, leuk hè? Ja, ja. Alles. Alles? Ja. Ook het zwembad? Ja, dat was afgelopen. Ja. Waarom aarzel je? Nou, iets hoger mag wel. Misschien wil hij hem zelf vasthouden, vindt hij stoel misschien wel. Goedemiddag, kan je mij vertellen hoe je heet? Ik heet Julius. Julius? Ja. Julius. Hi Julius. Wat gezellig dat je er bent. In de speeltuin, de bloesem. Samen met papa. En wie is er nog meer bij? De hele familie is er. Oh, wat leuk. Kan je iets over de vakantie vertellen? Nee. Ik ben nog niet op vakantie geweest. Nog niet? Gaan jullie wel? Ja. En waar ga je dan naartoe? Weet je dat? Naar Veerland. Maar er was een weg bij me hier. Ja. Ja. Niet op letten. Dan doet hij niks. Naar Zeeland, hè? Ja. En wat ga je in Zeeland doen? Weet je dat? Gaan jullie naar een huisje? Waar gaan we naartoe? Naar wie gaan we dan opzoeken in Zeeland? Oom Sander. Oom Sander, hè? Ja. Oom Sander? Ja. Is dat een echte oom van jou? Ja. Is die lief? Ja. Vind je leuk om naartoe te gaan? Ja. En ga je daar ook iets doen met oom Sander? Ja. We hebben een keer pizza gegeten bij oom Sander. Wat lekker. Hele lekkere pizza. Dat is een verwennerij. Ja. Zijn er nog meer dingen die je lekker vindt? Ja. Ijsjes? Ja. Frietjes? Ja. Oh, oh, als ik het niet dacht. Goed gezegd hoor. Dag Julius, dankjewel. Ja. Ik geef jou zo de microfoon. En dan mag je mij eerst vertellen hoe je heet. En dan, als je het leuk vindt, mag je iets over de vakantie vertellen. Ik heet Lotte en ik ben deze vakantie naar Frankrijk en Spanje geweest. Zo. In Frankrijk 2 campingen en in Spanje een huis. En het is heel heet. En ging je elke dag zwemmen of naar het strand of naar een stadje. En dat was eigenlijk wat wij deden op vakantie. En dat was het. En de hoge golven! Hoge golven! En waar gaan wij naartoe? We eindigen mij. Hoge golven! Horizon. En de andere kant op. Dat is ook een beetje de bedoeling, hè? Ja. Andere kant achterwaarts. Oké. Okay. Want er gaat wat wind bij. Zo. Dus we gaan wat harder. We moeten dus inderdaad even peddelen. Even voor. En even. En. Adem in. En. Thank you.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées.